Fuck. Au. Kom naar mij. Ik wacht al langer op je komst. Gio vindt Milou nog steeds leuk. Gerucht gaat dat jullie elke zaterdagavond een trio hebben. Nee, niet zaterdag. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En ik heb al echt best wel een tijdje niet meer geüpload. Sorry, 10 dagen of 11 dagen of zo. Maar goed, ik ga vandaag weer vloggen. En vandaag is eigenlijk een hele, ja... We hebben eigenlijk geen planning vandaag. We gaan gewoon lekker een beetje chillen hier thuis. En we gaan vanmiddag waarschijnlijk nog even wat leuks doen naar de stad of iets doen. Maar wat ik vandaag wel ga doen is eventjes mijn kamer ordenen. Want er zijn nog zoveel dingen die moeten gebeuren. Dit bankje moet namelijk nog weg. Ik ga nog allemaal dingen opruimen. Ik moet mijn lampen daar nog neerzetten en heel mijn setup fixen. En moet je eens kijken wat er nieuw is. Jullie hebben het waarschijnlijk al wel aan de vlog van Gio gezien. Maar er hangen hier 3 hele lijpe lampen. En dan komt hier nog een tafeltje waar ik dan in principe drinken op... Je vloggen! Lekker pek! Eindelijk! Eindelijk! Nee, nee. Fuck. Au. Wat ben je nou weer aan het doen, gast? Bro. Ik vind het wel lief dat je mijn advies opvolgt. Ja, vet hè? Ja, maar hey, eindelijk hè, na weer 11 dagen. Zo, ja bro. Holy shit. Ja, hey, je moet weer even geld zien. Ja, wat moeten ze wel niet denken hè, dat ik dood was of wat zo. Wat heb je deze 11 dagen gedaan allemaal? Hè? Ik was veel bezig met een vlog van iemand anders die ik kende. Zo'n gast, hoe heet hij ook weer? Giovanni Gamidi. Ja, ah, ja. Ja. Ik ben zeg maar zijn concept, bedenker, ja. Lekker. Maar goed, wat ik zei, hier heb ik dus nieuwe lampen. Er komt hier nog een tafeltje met daar bovenop mijn tv. Kijk, daar. En ja, dit moet gewoon nog eventjes goed gefixt worden. En er komt nog een hele gele muur hier. Dat staat al beneden, alleen dat moet nog geplakt worden. Dat kan je niet zelf plakken. En... dit is nieuw. Ik weet niet of jullie dit al hebben gezien op mijn Insta. Ah, trouwens, jullie hebben het sowieso gezien in de vlog van Gio. Maar kijk even hoe lijp. Dit is dus echt mos. En het is helemaal zo gemaakt, waardoor het dus altijd kan blijven hangen. En dat het, dat het dus niet bruin wordt. Dus dat is lijp. Maar goed, ik ga even lekker naar beneden en lekker ontbijten. De reden dat ik 10 dagen niet heb geüpload is natuurlijk omdat Gio en ik hier samen in huis wonen. En als Gio elke dag aan het vloggen is, kan ik wel elke dag hetzelfde gaan filmen. Maar dat is natuurlijk ook niet leuk. Dus meestal ga ik vloggen als ik zelf iets moet doen in de ochtend en dan in de middag weer thuis ben. Maar kijk, nu gaat Gio de hele dag editen omdat hij heel laat is met editen. Hey, dat heb je goed gedaan. Lekker weer uitgekozen ook. Bro, holy shit. What the fuck? Er is trouwens zo'n pestbende buiten. Hier ligt troep, daar ligt troep. Ik heb mijn Ferrari buiten staan. Ik zie de putten in voor. Oh, ja, dat is niet heel slim. Misschien moet je hem even weghalen. Misschien wel. Oh. Vandaag is echt zo'n dag dat iedereen lang in zijn bed lag, behalve Jaren die moest leren. Maar kijk, als Gio lang in zijn bed blijft liggen, betekent ook dat hij heel lang bezig is met editen. Dus het is nu alweer 2 uur en hij is nog steeds bezig met editen. Dus dan begint meestal zijn dag best om 4 uur. Maar we gaan eventjes kijken, want ik vind het een beetje ongezellig worden hier beneden in mijn eentje. Verdomme. Hey! Wat zijn we hier aan het doen? Een beetje mij skippen, hè? Ophouden. Uitkijken. Waarom kom je nou zo laat je bed uit? Je laat ons hier dus nu gewoon wachten, zeg maar. Ja, totdat wij met z'n allen iets leuks kunnen. Tot wij wachten eigenlijk op jou tot we iets leuks kunnen doen. Je laat maar gewoon beneden zitten de hele tijd alleen. Kijk, zeg maar, ik werk wel elke dag. In tegenstelling tot jou, die tot 2 uur in zijn bed ligt. Want ik belde hier gisteren, lag je om 11 uur nog in bed. Ik dacht, ervoor lag je nog om 2 uur in bed. Zeg maar, die 11 dagen geen vlogs. Ik moest gisteren ook, hoorde ik dat ik... Wat ga je doen? Oké, Finn is aan het kijken wat het is. Het is van mij. Hoe werkt dit? Wat is het überhaupt? Hoort het zo? Ja. Is het dit gewoon zo? Ja, voor mijn nagels. Auw! Oh. Maar wat is hier chill aan dan? Nou, als je je acrylnagels eraf moet halen. Maar dus ben ik eigenlijk nu mijn eigen nagels aan het verneuken? Ja, best wel. Oeh, het ruikt naar vuur. Ja, je nagel brandt er zo af. Kan je gewoon je mond houden? Ja, we zijn hier aan het opnemen. Ja, we zijn druk in opnames. Yo, kijk eens van mijn... Yo, kijk eens van mijn kanaal. We nemen een kijkje in Gio zijn oor. Maar ik ben het nu eigenlijk echt voor mezelf aan het verneuken, of niet? Mhm. Waarom zeg je dan niet tegen mij... Hey Finn, zou je er niet mee moeten stoppen, aangezien het niet zo de
bedoeld wordt op gebruiken hoe het gebruikt wordt. Oh nee, maar stop maar gewoon. Oké. Ik heb dus laatst dit shirt gekocht, maar ik kwam er dus net achter dat dit glow in the dark is. Dus als je hier licht op schijnt en daarna in het donker gaat staan, dat het dan witte stippen heeft of zo. Wist ik ook niet, maar goed, het is alleen maar leuk. Hey! Kijk, de lampen staan, dus zeg moet je zien dat licht. Ja, licht. Hoe dat zo eruit ziet, ja. Kijk, dit is zeg maar het licht zo nu. Mijn lamp heb ik daaronder gezet. En, vind je dit nou een leuke setting of zo? Nou, nee, voor het licht. Oh, licht. Is dat natuurlijk wel, is het wel fijn, ja. Ja. Daar heb je ook licht. Ja, het is lekker weer buiten ook het vandaag. Dus, erg licht. Het is erg fijn weer. Ja. Gaan we zo naar de stad? Ja, ik wil best naar de stad gaan, maar hoe staat het ervoor met onze... bij onze lieftallige Gio Latoy. Ja, bij onze Gio Latoy. Hey, loop maar even mee. Hey, daar gaan we. Kijk. Hey. Hey, hoe is het met je Cardano? Ja, nee. Nee, wat hij bedoelt Cardano, ik weet niet of jullie dat... Ja, ik ga het even uitleggen. Ik weet niet of jullie het weten, maar Cardano is een, zeg maar, een crypto-munt. En ik had dat verkocht. Ik dacht, nou, weet je wat, ik vind het genoeg. Ik had een mooie winst gepakt. En toen heb ik het verkocht. En toen is het gelijk daarna een week gewoon bijna gewoon verdubbeld. En toen was ik echt gewoon, dacht, oh... Zoveel geld misgelopen, maar goed jongens, een beetje winst is ook oké. Je moet nooit te veel willen, want dat is niet goed. Zoals jullie waarschijnlijk ook weten, ben ik nog steeds heel veel bezig met muziek. En wat zo chill is nu aan hier, aan dit plekje, is dat ik gewoon alles lekker zelf kan doen. Ik heb hier mijn laptop, mijn boxen, mijn lampen en hier mijn microfoon. Dus ik kan hier heerlijk muziek maken. En ik was laatst met Luca in de studio. Lucio heet hij, dat is een producer van Herman Boot Academy. En wij hebben even een lekker nummertje gemaakt, dus moet je maar even luisteren. Mij. Ik wacht al langer op je komst. Ik weet niet hoe dit begon, maar dat maakt niet uit. Kom naar mij. Ik wacht al langer op je komst. Ik weet niet hoe dit begon, maar dat maakt niet uit. Ja jongens, ik vind muziek maken zo leuk. En ik ga ook iets heel leuks doen. Namelijk vanaf 31 mei tot 3 juni op Schrijverskamp. En dan gaan we gewoon heel veel, met heel veel vette namen, gaan we gewoon heel veel lijpe nummers maken. En ik ben heel erg benieuwd wat daar uitkomt. En wellicht ga ik deze zomer, ik hoop midden deze zomer iets uitbrengen. Of een heel EP, ik weet het zelfs niet. We gaan gewoon heel veel maken. En ik hoop gewoon dat er echt lijpe nummers uitkomen. Ik heb er al een paar staan. Jullie hebben er al een paar gehoord ook. Maar ik kan gewoon nog steeds niet wachten om gewoon muziek te gaan uitbrengen. Want ik ben heel erg benieuwd. Ja, wat jullie ervan vinden. Wij hebben deze nu. Alleen, tafel. Het is niet... Jada, komt ie. Mijn hoofd zit er... Auw! Ja, Finn, dat kan niet. Jade. Ja? Willem past je ook, hoe kan dat? Wat gezellig zo in de auto met z'n drieën. Ja, we zitten wel lekker opgekopt met z'n drieën. Zit je lekker, Jade of Leed? Onwijs, ik heb een maandje lekker in de auto gezeten. Hey jongens, ik heb net eventjes een polletje eruit gedaan op Instagram. Een polletje of een vraagje? Een vraagje. Ja, nee, niet een polletje, maar een vragen-dingetje. Want heel veel mensen denken natuurlijk dat Jaren en ik een relatie hebben. Ja. Wat ik wel snap. Zeg maar, dat is natuurlijk ook wel. Ja. Maar goed, ik heb gewoon eventjes gevraagd of mensen roddels kunnen achterlaten over ons. Dan gaan we dat straks eventjes benoemen, beantwoorden. Oh, wat leuk! Dus ik dacht, daar hebben jullie vast zin in. Ja, echt zoveel zin in. Wanneer... Wow! Zo! Wow! Even bij drie vogels aan. Jezus. Mag ik even vragen wanneer ik hierin mee heb gestemd? Om mee te doen met de roddels? Wil je meedoen? Nee. Nou. Ze moet. Ja, of je moet alleen met mij doen. Nee, dat zou ik niet doen. Ik doe wel mee. Nee, we doen het wel alleen met jou. Want dan kunnen we lekker echt roddelen. Hey, het is wel echt leuk man in de stad. Gezellig. We zijn naar de stad gegaan en we hadden eigenlijk geen idee wat we hier gingen doen. Maar ik vind de planning leuk. Mm-hmm. Waarom gaap jij? Ik vind het gewoon niet zo leuk met jullie. Mag toch? Ja, nou, kijk eens even hoe gezellig, hé. Hey. Wat leuk, zo enig bij elkaar. Hè? Leuk, hè? Leuk. Leuk. Gezellig, we gaan even lekker even wat eten in de stad. Waarom lachen jullie nou? Hij lacht je uit, maar zelf maakt heel veel. Ik denk dat jij echt zo bent. We zijn weer thuis aangekomen en mijn Insta-story staat nu al een tijdje online. En er zijn al heel veel leuke dingen binnengekomen. Dus ik ga er nu eventjes een paar uitzoeken en dan gaan we het eventjes met z'n drieën bespreken. Want er zitten best wel rare dingen bij. Maar goed, we gaan het zo zien. I have started the movie. Gio, kun je eens kijken, is mijn hoofd niet heel raar nu? Omdat het te dichtbij staat?
Nou ja, dat is niet helemaal die dichtbij staan. Maar is het niet helemaal zo uit dat je zeg maar het shot of valt? Ja, dat valt allemaal mee hoor. Ben je niet dik? Nou, ook je lijkt niet alleen dik, je bent zeg maar dik. Kom lekker zitten. Ja, ik kom even lekker zitten. Zijn we er klaar voor? Ja. De eerste die vraagt, stiekem verkracht je ze elke avond? Dus dat gaat dan zeg maar over dat ik jullie elke avond kracht. Nou, dat zou kunnen, maar dat doe ik niet heel hard, denk ik, want ik heb het nog nooit gemerkt. Nee, ik heb het nog nooit gemerkt. Nee. Nee, nog nooit? Nee. Oh, gek. Gio en Vincent hebben relatie. Jade is er voor de afleiding. Wow! Maar we kunnen het ook gewoon, misschien moeten we het vertellen. Ja, jullie hadden het ook op een andere manier kunnen vertellen. Moet het, wil je het vertellen of doen we dat de andere keer? Ja, doen we een andere keer. Oké, andere keer. Oké, dus in dit geval hebben wij nog steeds een relatie. In dit, zeg maar, in het scenario waar we nu zitten, hebben jullie nog steeds een relatie. Ja. Gio vindt Milou nog steeds leuk. Ja, dat wilde ik alleen zeggen, zeg maar, als Jade er dan niet bij was, snap je? Dus... Oh, wacht, kan je... Kijk, als je dan even zo gaat, maar één keer uit de shot gaat. Hey bro, Milou. Taal en toespang, hè. Is dat eerlijk, bro? Poeh. Kom maar weer. Nee, ik blijf niet. Oké. Waarom? Waarom maak jij je video zo fucking ongemakkelijk? Gerucht gaat dat jullie elke zaterdagavond een trio hebben. Nee, is niet op zaterdag. Nee, toch? Dat is niet op zaterdag, toch? Wat moet je agenda erbij? Nee, maar was dat gisteren? Ja, was wel zaterdag. Oh, wel zaterdag. Oh, oké. Ik hoop niet dat mensen denken dat dit echt is. Dit is allemaal een grapje, maar dat komt wel. Ik kijk je ook, ja. Ja, nou, maar niet. Jij en Jade passen beter bij elkaar. Ja, dat vind ik ook eigenlijk. Hey. Ja, weet je ook ziet is, hè? Jongetje. Oh. Oeh, wat wil je daar? Snif! Snif, kom maar! Nee, dat is niet waar. Want ik ontkracht dit. Ja, Jij en Jana passen beter bij elkaar. Elkaar. Nee, je bent een hartstikke leuk stel. Dankjewel. Ja, ik vind het wel gezellig. Oh. Ik wil snif. Ja, ik wil eigenlijk ook wel snif. Nee, maar jongens, eigenlijk zijn ik had. Nee, maar toen ik dit op Insta had gezegd, er kwamen alleen maar deze vragen. Voor mijn vragen. Oh ja, Gio, oh ja. Ben ik wel benieuwd naar. Deed je deze? Oh. Gio is jaloers als Jade veel met Vincent bezig is. Nee, als ik iets niet ben in mijn leven, is dat jaloers. Ja, ik ken geen jaloezie gewoon. Dus als ik nu met iemand andere jongen de hele dag zou chillen, zou je dat gewoon. Nee, ik zou het niet nice vinden, maar ik zou ook niet jaloers zijn dat ik denk van, oh ja, kut. Zeg maar, dan zou ik gewoon denken, nou ja, flikker wel lekker op dan. Ja. De volgende, dat jij al liet. Ja, what the fuck, hè. Jay, dat kan echt. Sorry, jongens, sorry. Oh, kut, hij nam niet eens op. Maar toch echt een leuk grap. Ja. Ik ben vanavond alleen thuis, dus ik ga lekker allerlei chickies uitnodigen. Maar dat ga ik niet in mijn vlog laten zien, want dat kan ik niet maken tegenover mijn kijkers. Zo, jongens. Dat ben jij toch, Francis? Waarom ga je nou weg? Hè? Vertel me dan, vinden jullie mij niet leuk of zo, hè? Hé, ligt het aan mijn hoofd? Nou, niet alleen aan je hoofd. Aan mijn gedrag, wat? Nee. Nee, jongens. Het is een opstapeling. Het is een opstapeling van meerdere dingen, ja. Nee, Gio en Jade die gaan lekker naar Jade's huis. En dan ben ik hier alleen en dan weten we wat er gaat gebeuren. Sushi bestellen. Lekker vis eten vanavond. Ja? Heel veel succes met je eindexamens. Gio en Jade die zijn naar Jade gegaan, want Gio moet morgen in Amsterdam heel vroeg opnemen. Dus die dacht, nou dan blijf ik maar bij Jade slapen, is veel handiger. Maar goed, ik moest van Gio de Ferrari binnenzetten. Maar hij zei, je mag ook ermee gaan rijden als je wilt. En dat laat ik me niet nog een keer zeggen. En ik wilde zo sushi gaan eten, dus ik dacht, nou dan ga ik het gewoon ophalen, want ik moet de auto ook wassen. Hij zei, je mag er wel in rijden, als je de auto maar gaat wassen. Dus dat gaan we dan maar gewoon nu doen, hè. Daar staat hij. Das Kanoen. Zoals beloofd zou ik de auto gaan wassen, dus ik heb eventjes wat eurotjes gepint en dan ga ik hem helemaal schoonmaken. Zo, hij is weer helemaal clean. Het enige ding waar ik nu wel heel erg op moet letten is dat mijn banden nat zijn. En er zit heel veel pk in deze auto, zoals jullie weten. Dus als ik te veel gas geef, dan gaat hij natuurlijk slippen. Dus dat willen we niet hebben. Dus we gaan rustig aan doen. Even de banden laten opdrogen. En weer warm laten worden. En dan kunnen we weer een beetje normaal rijden. Maar nu heel voorzichtig.
Het blijft wel echt geweldig om in deze auto te rijden, jongens. Niet normaal. Wat een machine. Ik zit nu in de auto, maar ik sta eventjes te wachten bij Sushi Point. Want de bestelling was pas over 5 minuutjes klaar. En dan heb ik heerlijke sushi en ga ik vanavond lekker in mijn eentje eten. Weet je het wel wat het is? Als Jaren en Gio weggaan, is het wel opeens, ja, zo van, het is best wel ongezellig thuis. Nou, niet ongezellig, maar het is gewoon heel, heel stil. Ik vind het altijd juist wel gezellig om mensen om me heen te hebben en zo. Maar goed, om een keer alleen te zijn is ook gewoon helemaal prima. En ik ga nu lekker wachten op mijn eten en dan ga ik heerlijk eten. Yes, we rijden weer en we hebben sushi! We zijn weer aangekomen bij het huis. Alleen nu komt de grootste uitdaging. Ik moet hem binnenzetten in de garage van Gio. En dat wordt wel een dingetje. We gaan het proberen en ons best doen. Ik ben redelijk trots op mezelf, want het ging erg soepel. Hij staat hoor. Veilig en wel weer terug en gewassen. Ik heb een heel erg leuk idee. Ik ga Gio nu facetimen. Dan ga ik net zo op zeggen alsof ik zeg maar nu de auto heb gecrashed. Nou, gecrashed. Alsof ik hem heb beschadigd tegen de zijkant van de garage. Oké, daar gaan we. Wow, fucka. Ik heb een geluid tegen de muur uitgereden. Je hebt de auto op de spiegel. Een auto op de spiegel? Nee, ik zweer het. Ik heb je spiegel heb ik geraakt. Ik kon hem niet inklappen. Dus die klapte zeg maar... Ik kwam tegen de zijkant aan en toen klapte die zeg maar zo dicht. Wat? Heb je echt een beetje internet of jij? Heel je grap ging mislukt. Fuck. Nee, hij staat veilig binnen. Oké, hey, eet smakelijk hè, vriend. Yo, doei hè. Doei hè. Zo, daar zit ik dan. Met mijn sushi en mijn water. En de vlog van Gio terugkijken. Dat is wel lekker van alleen thuis zijn. Gewoon lekker hard de muziek aanzetten. En niemand die er wat van zegt. Oké, behalve de buren die dan... klagen omdat dan het wel echt te hard staat, maar dat, ja, dat is even een ander verhaal. Ik ben weer lekker op mijn kamer en ik heb net beneden even alles opgeruimd zodat Louise morgen rustig kan gaan schoonmaken. Maar goed, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden, ondanks dat ik niet heel veel heb gedaan vandaag. Maar ja, goed, dit soort dagen zijn er natuurlijk ook. Dus vonden jullie dit nou een leuke video? Laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren en dan spreek ik jullie later.